Zoals elke week bespreken we seksualiteit. Ik heb drie kinderen op de basisschool zitten, waarvan eentje in groep 8. En dus wij worden dus wekelijks geconfronteerd met dokter Corrie. Alle jongens hebben wel eens een stijve sorry. Waar maakt hij zich druk om? Er zijn veel zwaardere discussies. We hebben de Filipijnen, we hebben Zwarte Piet. Het begint als je kinderen niet zuiver aanleert wat seksualiteit is, krijg je allemaal uitwassen. Dokter Corrie, een nepdokter die een skelet aan het zoenen is, ja, dat vond ik niet heel erg passend. Maar dat is enigszins morbide. Zou ik het zeggen. En dan, nou ja, dan ga je die tong opzoeken, je gaat die mond een beetje verkennen en dan lekker aan de gang met elkaar. Die bisschop spek je naar uw bekkie, denk ik. Nou, ik vind dat die mensen gewoon een punt hebben. Ja, ze hebben het over stijve piemel. Ja, nee, zo praat je daar niet over. Wat zou u dan zeggen? Ik zou zeggen, ik zou in de voorlichting zou ik... Wat zou u in plaats van stijve piemel zeggen? Ik zou het nooit zo met mijn kinderen doen. Uitleggen. Ik ben blij dat u het nog even dat erachteraan zit.